Hier hebben we de 10 tijdvakken weer, die ook de 10 hoofdstukken van ons boek vormen. En als je naar die 10 tijdvakken gaat kijken, naar de symbolen die erbij staan, naar de namen van de tijdvakken, dan valt op dat het gaat om tijdvakken die een stuk westerse geschiedenis aangeven, een stuk Europese geschiedenis aangeven. De tijd van de Grieken en de Romeinen bijvoorbeeld, nou, die Grieken en die Romeinen die woonden vooral in Europa. De tijd van de burgers en de stoommachines, die in 1800 begint, die tijd is zo genoemd vanwege de industriële revolutie die dan in Europa plaatsvindt. Andere landen in de wereld zijn pas veel later gaan industrialiseren. Dus wat we hier zien is een westerse indeling van de geschiedenis. Dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden als je naar de geschiedenis gaat kijken. Wat wij doen is eigenlijk alleen maar kijken naar de geschiedenis vanuit een westers oogpunt. En dat is dus ook de manier waarop wij de geschiedenis ingedeeld hebben. En de geschiedenis kun je nog op veel meer verschillende manieren indelen. Het is belangrijk om daar even goed naar te kijken, zodat je de geschiedenis ook beter leert snappen. In dit filmpje krijg je de belangrijkste indelingen van de geschiedenis te zien. De eerste indeling zagen we dus net al, dat is de indeling van de 10 tijdvakken. Hier staan ze nog eens op een rijtje. Daarbij blijkt dus al, niet ieder tijdvak duurt even lang. Hier zie je dus ook aan de jaartallen eronder dat je de geschiedenis ook op die manier in kunt delen. Je kunt de geschiedenis indelen in millennia of in bijvoorbeeld eeuwen. Maar de meest gangbare indeling van de geschiedenis is misschien wel de volgende, waarin de geschiedenis in een aantal belangrijke grote periodes wordt ingedeeld. We pakken weer ongeveer dezelfde tijdbalk, maar je ziet aan de kleuren al dat er nu minder periodes zijn, namelijk 5. De eerste periode heet de prehistorie. Die duurt tot ongeveer 3000 voor Christus in Europa. De tweede periode is de periode van de oudheid, van 3000 voor Christus tot 500 na Christus. Vervolgens een periode van ongeveer 1000 jaar, de middeleeuwen. Daarna volgt de vroegmoderne tijd en als laatste onze eigen tijd, die in deze indeling van de geschiedenis dus al rond 1800 begint, de moderne tijd. Oké, wat maakt nou dat we van periode veranderen? Wat heeft daarvoor gezorgd? Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we van de ene periode in de andere terechtkomen. We zetten het hier even op een rijtje, want rond 3000 voor Christus wordt het schrift uitgevonden. En dat zorgt ervoor dat er vanaf dat moment geschreven bronnen zijn. En vanaf dat moment spreken we ook pas echt van historie, geschiedenis in de zin dat je hem ook echt kunt bestuderen. Daarvoor, voor 3000 voor Christus, wanneer er nog geen schrift is, dat is dus prehistorie, voor de geschiedenis. Oké, dan die oudheid, die loopt gelijk eigenlijk met die tijd van de Grieken en de Romeinen. En er komt ook pas een einde aan die periode van de oudheid als er een einde komt aan het Romeinse Rijk. In 476 na Christus valt het Romeinse Rijk definitief, tenminste het West-Romeinse Rijk. Daardoor komt er in West-Europa een nieuwe periode, de periode die de middeleeuwen heet. Die duurt dus ongeveer 1000 jaar, totdat mensen rond 1500 een nieuw wereldbeeld krijgen, het wereldbeeld van de Renaissance. En dat beeld, dat past al een beetje bij het moderne beeld dat we tegenwoordig van de wereld en van de mens hebben. Dus vandaar dat er gesproken wordt over de vroegmoderne tijd. Nou, en uiteindelijk wordt zo rond 1750 in Engeland, 1800 de rest van Europa, de wereld compleet op zijn kop gezet. De uitvinding van de stoommachine, of beter gezegd, de betere toepassing van de stoommachine, zo rond 1800, zorgt ervoor dat er een industriële revolutie ontstaat, waardoor de wereld nog weer anders wordt. En waardoor we dus in de moderne tijd terechtkomen. Oké, we zien hier dus al twee verschillende indelingen van het verleden staan. Er is nog een derde belangrijke indeling. Daarbij wordt er niet zozeer in periodes gekeken, maar daarbij wordt er vooral gekeken naar de soort maatschappij, de soort samenleving. En ik pak weer even die periode van de 10 tijdvakken erbij, want die houden we in het boek ook vooral aan. Maar daarnaast gaan we dus kijken naar de indeling in samenlevingstypen. En dat klinkt misschien een beetje vaag,
Maar daarbij moet je dus vooral kijken naar wat het belangrijkste het middel van bestaan is, of wat de belangrijkste middelen van bestaan zijn in een samenleving. Waar leven mensen van? Hoe komen ze aan hun voedsel? Hoe komen ze aan hun inkomen? Nou, en op die manier kun je dus de geschiedenis ook in gaan delen. En dan zien we dat er tot, ja, laten we zeggen 6000 voor Christus in Europa een samenleving van jagers en verzamelaars is. Mensen leefden vooral van het jagen op dieren en het verzamelen van eetbare planten en bessen. Daar komt vanaf 6000 voor Christus langzamerhand verandering in. Dat gaat niet overal in Europa even snel. Maar beetje bij beetje gaan steeds meer mensen in Europa leven van de landbouw. En er ontstaat dan ook een landbouwsamenleving. En die landbouwsamenleving, die landbouw, die bloeit zo ver op dat er langzamerhand steeds meer mensen komen. En dat steeds meer landbouwproducten verhandeld kunnen gaan worden. En daardoor ontstaat er langzamerhand een landbouwstedelijke samenleving. Mensen leven niet alleen meer van de landbouw, maar ze gaan dus ook leven van de handel. Dat is een landbouwstedelijke samenleving. Het Romeinse Rijk, zeker in de keizertijd, was een goed voorbeeld van zo'n landbouwstedelijke samenleving. Met het einde van dat West-Romeinse Rijk komt er dus ook een einde aan die landbouwstedelijke samenleving. De steden raken in verval, de handel loopt terug en daardoor valt West-Europa weer terug in een landbouwsamenleving. En pas vanaf het jaar 1000, als de handel weer langzamerhand begint toe te nemen, komen er weer nieuwe steden en ontstaat er weer een landbouwstedelijke samenleving. Die blijft heel lang duren, totdat dus rond 1800 die industriële revolutie losbarst en dan ontstaat er langzamerhand een industriële samenleving, waarin de landbouw en in de landbouwstedelijke samenleving de meeste mensen nog op het platteland wonen en slechts een kleine groep mensen in de stad, is het nu zo in zo'n industriële samenleving dat juist heel veel mensen in de stad wonen, meer dan op het platteland misschien wel. Er is dus sprake van urbanisatie. En dat is eigenlijk nog steeds wat we tegenwoordig ook zien. Maar nu is de industrie niet meer het belangrijkste middel van bestaan voor ons. Tegenwoordig wordt er gesproken over een zogenaamde informatiesamenleving. Heel veel mensen verdienen hun geld door informatie uit te wisselen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan internet. Dat is natuurlijk het informatiemiddel bij uitstek. Oké, drie verschillende indelingen van het verleden. Die van de 10 tijdvakken, die van de periodes en die van de samenlevingstypen. Het is dus maar net hoe je naar de geschiedenis kijkt, hoe je de geschiedenis ook in kunt delen. Houd erbij altijd in je achterhoofd dat het dus gaat om een westerse kijk op de geschiedenis bij al deze drie indelingen. Maar het is belangrijk om in ieder geval even die indelingen een beetje in je hoofd te hebben. Zodat als we dus in het boek aan de slag gaan, dat je ook een beetje weet van, oké, we zitten nu op dit moment in de geschiedenis.